Welkom terug bij Café Tinto, aflevering 471. Dan ga ik nu in gesprek met Kees de Jong. Hij vertelt zijn persoonlijk verhaal. Hij groeide op in een christelijk gezin, maar hij liet het langzamerhand toch allemaal los. En als hij dan momenten... Hij houdt van autorijden en auto's die ook hard kunnen. En ik begreep, Kees, dat als je dan in de auto zat en je drukte die plank helemaal onderin, dat je dan momenten had dacht van, als het nou eens misgaat, en dan? En dan dacht je, en dan kom ik God tegen, en wat moet ik dan tegen hem zeggen? Nou, ik heb lekker hard gereden, ik heb goed gegeten en veel lol gehad. En dat zette jou aan het denken. Een apart moment. Dat was een vreugdemoment als je heel hard reed. Ik heb altijd van autorijden gehouden, ja. Nog steeds. Dit is al wel heel wat jaren geleden. Ja. Maar ik vond het heerlijk. En toen was nog niet de 120 kilometer limiet. Dus dat was in de 80e jaren. Nou zegt dat natuurlijk niks, want 250 is echt hard. Best wel, ja. Dan zie je de bomen allemaal, hè? Ja, dat is hard. Dan zie je de bomen wel aan je voorbij vliegen. Maar op die momenten had ik dan inderdaad het gevoel van, als ik nu eens tegen een boom aanrijd, dan weet ik zeker dat ik dood ben. En dan kom ik bovenaan bij God. En dan vraagt God aan mij van, Kees, wat heb je nou gedaan in je leven? Ja. En dan had ik gezegd inderdaad van, Heer, ik heb ontzettend veel plezier gehad. Vreselijk veel plezier gehad. Ik heb eigenlijk een hartstikke mooi leven gehad. En dan weet ik zeker ook dat God aan mij gevraagd had van, maar wat heb je nou voor mij gedaan? En wat heb je voor mijn zoon gedaan? Dat had ik moeten zeggen, nou hier, helemaal niks. Ik ben voornamelijk voor mezelf bezig geweest. En het hield mij bezig. Maar het is net zoals met een ongeluk. De eerste 5 minuten ben je erg onder de indruk en daarna rijd je gewoon weer je snelheid. Ja. Nou deed ik dit wel op wegen waar dat kon. Maar deze gedachte kwam steeds weer in me op. Ja. Maar deed je daar dan vervolgens ook iets mee? Of was het dan zo'n moment dat het even flits aan je voorbij ging in gedachten en dan was het weer weg? Ja, ja, het hield mij regelmatig bezig, omdat ik toch van huis uit het gevoel heb meegekregen van, ja, ik wil heel graag in de hemel komen. Maar mijn gedragingen waren niet van dien uit. En dat was een strijd waar ik mee bezig was. Ja. En zo kwam dat steeds naar boven. Was er ook iets van een schuldgevoel? Ook naar vroeger, naar thuis, naar je ouders misschien? Ja. Ik ben een kind van geïnformeerde ouders. En ik ging echt voor mijn ouders naar de kerk. Die vonden dat heel fijn als ik dat deed. Ik heb ook nog belijdenis gedaan. En naarmate het mij inderdaad beter ging in het bedrijfsleven, vond ik dat ik God helemaal niet nodig had. Ik kon het prima zelf. En hoe meer geld ik verdiende, en ik heb heel veel geld verdiend, veel gereisd, een prachtige tijd gehad, had ik God eigenlijk niet nodig. En toch waren er steeds momenten dat ik echt een duwtje in mijn rug voelde. En dat ik naar de kerk ging op zondag. En dan zat ik in de kerk en dan vond ik het fantastisch. En dan kwam ik eruit en dan was ik helemaal opgebouwd. Ja, het is natuurlijk de schijnheiligheid en top, want ja, ik leefde er niet naar. De maandag ging weer in en vervolgens ging ik mijn leven gewoon weer leiden. Ja. En dat speelde zich steeds in mijn leven af. Maar ik deed er eigenlijk niks mee. Je deed er eigenlijk niks mee, nee. Dan is er iemand die stelt een vraag aan je. Zo van, geloof je? Hoe werd die vraag precies geformuleerd? Nou, net zoals je zegt, midden in een gesprek bij een bedrijf in Putten vraagt een van de medewerkers aan mij, geloof jij ook? Ik zeg, geloof je ook? Dat viel echt uit de lucht. Ja, het kwam zo op me af. Dus ik begon mij gelijk te verdedigen. Ja, ja, ik geloof wel, want ik ga wel naar de kerk. En, ja, zegt die man, maar dat vroeg ik niet. Geloof je ook? Ik zeg, nou, geloof ik ook. Begon ik erover na te denken. Ik zei, nou, ik help wel eens mensen. Ik zei, nee, dat vroeg ik niet. Hij zei, je weet al wat ik bedoel. Doe je er iets mee? En toen vertelde ik hem dit verhaal. En toen zei hij,
Nee, dat is wel bijzonder. Je hebt een heel goed gevoel over later bij de Heer aankomen en in de nabijheid van God zijn. Of afgescheiden van God zijn. Ik zeg ja. Hij zegt maar, wat wil je nou? Wil je ook graag bij God zijn? Ik zeg zeker. Hij zegt maar, denk je dat het ook gaat gebeuren als je zo doorleeft? Ik zeg nou, ik weet het niet. Hij zegt nou, ik weet wel zeker. Dat gaat niet gebeuren. Zo, die durfde wat te zeggen. Ja. Was het een goede zakelijke relatie daarna? Nou, het trof mij op dat moment enorm. Het zette me... Was je beledigd op dat moment of wat deed het met je? Nee, het zette mij enorm aan het denken. Want instinctmatig wist ik natuurlijk dat ik niet goed bezig was. En blijkbaar had ik iemand nodig, zoals deze man, die me deze directe vragen stelde. Zo, ja, die durfde wel. Nee, dat is absoluut. Maar het heeft mij enorm geholpen. Ja. Dus hij zei, nou, hij zegt, wil je er ook iets aan doen? Wil je ook graag boven zijn? En wil je graag, als je doodgaat, in de hemel zijn? Ik zei, ja, dat wil ik heel graag. Hij zei, dan gaat er dan iets aan doen. En dan zei hij, ga dan gewoon eens het boek lezen. Dat is een vereenvoudigde versie van de Bijbel. Die was toen niet al te lang uit. Hij zei, begin maar eens in het Nieuwe Testament. En dat heb ik gedaan. En? Toen ben ik bevriend geraakt met de directeur van dat bedrijf. Ja. Dus wij reden ook regelmatig samen. Ook in die auto nog steeds. Niet te hard. Natuurlijk. Niet te hard. Nee. Dat werd al een stuk minder. Ja. Hij hield ook niet van hard rijden. In een van de gesprekken die we samen hadden. En dat kwam steeds meer tot uitdrukking van ja, hoe leef je nou? Waar ben je nou mee bezig? Wat wil je? Wat zoek je? Uiteindelijk heb ik toen samen in de auto mijn hart aan de Heer gegeven. En dat is echt mijn bekering geweest. Niet in de kerk, maar in de auto. In de auto. Achter het stuur. Achter het stuur. Samen bidden. Ja. Dat is voor iemand... Want ik heb de indruk dat je het behoorlijk, zeg maar, de regie had in het leven. Ja. Je weet wat je wil. Je weet waar je heen wil. En hier gaf je een stuk uit handen? Of ja. Hoe moet ik dat zien? Ja, zeker. In de tijd dat we met elkaar in gesprek waren, waarin hij mij verder kon helpen als een soort, dat noemen we coach. Het is ook een hele goede vriend van mij, nog steeds. En hij kon mij heel goed wijzen op de zaken waar ik mee bezig was en waartoe dat zou leiden. En dat heeft me heel erg aan het denken gezet. En zo, naarmate wij langer met elkaar optrokken, werd het mij duidelijk dat dit leven wat ik leidde tot niks zou leiden. En ik heb heel veel daarin ook meegemaakt. Heel veel goede vrienden gehad die heel erg rijk waren. Maar ik merkte aan het einde van de rit waren ze ongelooflijk eenzaam. Ongelooflijk eenzaam. Dus dacht ik, ja, maar dit wil ik niet. Nee. Dit wil ik niet. En dan toch heb ik het te danken aan mijn opvoeding. Dat ik altijd dat gevoel heb gehad van, ja, ik wil bij u zijn. Ja. Ja. En daar kwam het bij elkaar? En daar kwam het bij elkaar. Ja. Ja. Wat voor een, als je jezelf zou moeten schetsen, wat voor een soort man was je in die tijd? Ja. Ik kan wel zeggen, ik was, als je kijkt naar hoe was ik? Hoe kijk je naar mannen? Wat voor vaders zijn mannen? Dan was ik een dominante vader. Ik kan me nog goed herinneren in die tijd dat ik samen met mijn nu inmiddels oudste dochter. Die nodigde ik dus uit om samen eens te gaan eten. En toen vroeg ik aan tafel aan haar tijdens het eten van, wat vind je nou van je vader? Zei ze, nou pap, over het algemeen wel goed. Ze zegt, maar je kon me ook heel erg pijn doen. Ik zeg, pijn doen? Ik zeg, maar ik heb je nog nooit geslagen. Misschien een corrigerend tikje ooit, maar ik kan me niets van herinneren. Nee, zegt ze, pap, maar wel met je tong. En daar schrok ik vreselijk van. Mijn hele wereld stortte eigenlijk in. Want ik dacht van, ja, ik wist dat ik dat had. Ik kon heel mooi hele menigte achter me krijgen. En dan grapjes maken over iemand waar iedereen om moest lachen, behalve degene die het betrof. Niet leuk. Niet prettig voor degene die het betrof. Scherp in de woorden. Scherp in de woorden. Blijkbaar deed ik dat ook bij mijn kinderen. En dat wist ik niet. Dus daar schrok ik vreselijk van.
En nou, voor een dominante vader is het heel moeilijk om op dat moment ja, vergeving te vragen. Dat heb ik wel gedaan. En ik ben echt diep door de knieën gegaan. En ik heb haar gevraagd van, joh, kan je me vergeven? En ze zei, natuurlijk papa, en ik hou van je. En dat heeft onze verhouding zo goed gedaan. En ik weet dat heel veel vaders ook met dit probleem rondlopen. Dat ze geen contact meer hebben met de kinderen of een slecht contact. En ik zou ze zo op willen roepen van, pak de tijd, pak die gelegenheid. Dan ga je maar een broodje eten. Maar neem die gelegenheid om met elkaar te praten. En dan, je krijgt er zoveel voor terug. Wat er ook gebeurd is. Ja. Ja, dochter, was die verbaasd over het feit dat je om vergeving vroeg? Of dacht ze, wellicht, nee. Nou, hij is zo goed met woorden. Hij heeft nu weer een nieuwe manier gevonden. Nee, ze reageerde daar fantastisch op. Ik heb echt een schatten van kinderen. Ze reageerden daar zo mooi op. En dat gaf mij ook ja, zo'n goed gevoel, zo'n vrijheid. Van ja, ik heb dit gedaan. Het kostte mij ongelooflijk veel moeite. Dat snapte zij ook. Dat snapte zij heel goed. En daar geeft ze dan, hè, door wat zij zegt, mij zoveel vrijheid. En ja, dat, daar ben ik nog steeds haar vreselijk dankbaar voor. Dat, ja, dat het zo gegaan is. Ben je veranderd sinds dat moment in die auto en moment van bidden? Zeer zeker. Ten eerste rijd ik al helemaal niet mijn hart. Dat heeft waarschijnlijk ook te maken met het feit dat je wat ouder wordt. Dus ik hou me keurig aan de snelheid. Het maakt ook allemaal niks uit. Je komt er ook verder nergens sneller mee tegenwoordig. Zeker niet in Nederland. Op de korte stukken. Dus dat heb ik helemaal achter me gelaten. Maar ja, ik kan zeggen dat ik daar echt heel erg door veranderd ben. In plaats van een dominante vader, ja, ben ik echt een liefhebbende vader geworden. Mag ik echt vader zijn? En dat hoor ik dan ook van mensen om me heen. Hè? Die vinden ook echt dat ik veranderd ben. De kinderen vinden dat ook. En ja, daar ben ik verschrikkelijk blij mee. En God heeft me echt een hart gegeven, ook daarmee, voor andere mensen. Want inmiddels ga ik met heel veel ex-verslaafden om. Ja, die knuffel ik, daar ben ik voor en ik vind het heerlijk. Ben je verbaasd over de dingen die je nu doet? Als je het vergelijkt met hoe je vroeger was? Ja, zeer zeker. Ja. Want hoe keek je toen naar iemand die op straat zwierf? Ik zag hem niet eens. Je zag hem niet eens? Nee. Ik was echt volledig voor mezelf bezig. En nu zie je ze wel. En nu, God heeft me de ogen voor gegeven om op een andere manier naar mensen te kijken. En dat zijn die ook niet alleen verslaafd. Dat zijn mensen aan de rand van de samenleving die daar op een of andere manier gekomen zijn. Ik zijn ook mensen die vanuit een echtscheiding ergens aan die rand terechtgekomen zijn, verslaafd zijn geraakt. Er zijn natuurlijk heel veel soorten verslaving. En wat ik van mezelf absoluut nooit had verwacht, dat heeft God in mij gelegd. En daar ben ik zo dankbaar voor, dat ik dit mag doen. Dat ik nu een vader mag zijn, ook voor heel veel jongeren die verslaafd zijn. Die mij beginnen te vertrouwen, want die hebben geen enkel vertrouwen in de mens. Ze vertrouwen zichzelf niet eens. Ze weten ook niets over wat hun vader is en wat dat voorstelt. En ik mag dan een soort vader voor ze zijn. En ja, dat vertrouwen wat je dan krijgt, dat is heel mooi. Dat heeft tijd nodig, maar dan moet je ook in ze verdiepen. En ze in hun waarde laten en hun opbouwen. En ja, dat vind ik heerlijk om te doen. Daar krijg ik heel veel energie van. Nou, daar zie ik echt van ja, Heer, u heeft mij zo veranderd. U gebruikt mij nu. Ja, waar ik echt vroeger totaal geen weet van had. En bij iedereen langs kon lopen. Maar nu zie ik het. Als je je leven over zou kunnen doen, zou dat moment in die auto dan eerder in je leven plaatsvinden?
Ja, ik vind dat natuurlijk niet, maar stel dat. Ja, ik vind dat heel moeilijk om daar antwoord op te geven. Want natuurlijk zou ik nu geneigd zijn om te zeggen, ja, ik zou het echt graag heel anders willen. Natuurlijk. Ja. Wat zijn het verloren jaren, de jaren daarvoor? Ja, ja. Ja, ik realiseer me dat het gewoon verloren jaren zijn. Van heer, ik heb echt wel 30, 40 jaar gezwalkt, gezocht, van alles beleefd en gedaan. En ja, een heftig leven met heel veel ups en downs gehad. Ja. Ja. Hebben andere mensen daar ook onder te lijden gehad? Zeer zeker, zeer zeker. Ja, absoluut. Ja. Want was je dan een sympathieke werkgever? Want je hebt personeel gehad, neem ik aan. Ja, ik heb personeel gehad. Gisteravond hebben wij nog een reunie gehad van oud-medewerkers. En die hebben het overigens heel goed gedaan. Daar ben ik heel trots op. Een heel leuk clubje. En ja, als je dan zo weer teruggrijpt naar vroeger. Dan ben ik wel heel blij dat ze, ja, dat ze een goede indruk achtergelaten hebben. Ik heb ze echt gecoacht, ik heb ze echt begeleid. Dus ja, daaraan heb ik wel begrepen van hun dat ik voor hun een goed voorbeeld mocht zijn en dat ik er ook was. Dus ja, daar en ze zien ook nu dat ik veranderd ben. Dat ze kijken op een andere manier naar me. Ik mocht hier ook over vertellen met ze en dat ook delen. En ja, dus een heel bijzondere avond is dat ook geworden. En ik heb ook aan hun mogen vertellen wat mij bezighoudt ten diepste. En wat heb je tegen hen gezegd? Nou, ik mocht hun vertellen dat ik echt Jezus heb ontmoet. En dat ik een levende relatie heb met Jezus. En dat het niet komt omdat ik daar nou zo goed in ben en wat ik heb gedaan, maar dat komt omdat hij mij gered heeft. En dat mocht ik ze meegeven, dat mocht ik met ze delen en wat mij nu bezighoudt en waarom ik dit doe. En ja, ik wil heel graag tot mijn bestemming komen. Wat God met mij voor heeft, wat hij in mij ziet en wat hij vindt, zo, wat ik in deze maatschappij mag doen. En dat is maar op hele kleine schaal. En het gaat ook niet om mij, maar ik vind het zo belangrijk, hè, dat mensen weten dat er altijd hoop is. Dat God altijd vergeeft. Dat iedereen, maar het maakt niet uit wat je gedaan hebt, dat je op elk moment dat je besluit van Heer, ik heb deze fouten begaan en ik wil het graag anders. Dat je ervan overtuigd mag zijn als je dat doet, dat God je ook vergeeft. Ja. Dus zo'n gebed kan achter het stuur, ja. Kan op de bank. Ja. En altijd en overal. Ja hoor, ja. Heb je daar deskundigen bij nodig? Nee, nee. Ik bid ook, zeg maar, achter het stuur. Ik bid ook op de hoofdstraat. Waar het dan ook maar mogen gebeuren met mensen zelf. Ik kijk voor mij uit en tegelijkertijd rijd ik, schakel ik. Of ik moet niet schakelen, ik ben automaat. Maar, ik doe alles tegelijk en ik bid gewoon dan, zeg maar, met mijn ogen open. Ja, bidden kan altijd en overal. En bidden kan inderdaad, altijd en overal. En het maakt niet uit welke woorden je kiest. Hou het simpel, hou het kort. God weet echt wel wat mij bezighoudt. En wat mij ten diepste aantrekt om het steeds bij hem te zoeken. Ja, mooi. Dankjewel, Kees. Graag gedaan. Wat is jouw gebedspunt voor de kijkers? Nou, ik ben al een tijd lang ben ik bezig, zoals ik net vertelde, met ex-verslaafden. Ik begeleid ze, onder andere naar werk, stage, vrijwilligerswerk. Ik probeer hun structuur te geven, dat is ontzettend belangrijk, dat hebben ze nodig. En heel veel liefde. En ik zou echt mensen uit de gemeente op willen roepen, vrouwen en mannen, om op te staan en om echt naar dit soort mensen uit te reiken. Dus je kunt zo googelen waar ze zich bevinden. Hier in Beekbergen heb je een Horeb.
zijn er 50 mensen, mannen die ervoor gekozen hebben om van een verslaving af te komen. En dat is geweldig dat ze dat besluit hebben genomen, maar ze hebben zo nodig iemand die ze coacht. Iemand die met ze mee optrekt. Iemand die ze begrijpt en opbouwt en steunt. En mijn gebed is dat er mensen op gaan staan in de kerken in Nederland en die dit soort mensen gaan ondersteunen en er voor ze zijn. Mooi. Dankjewel. Dat is een mooi gebedspunt. De andere gebedspunten die werden genoemd door Peter Blokhuis en Paolo Koopman, dat christenen vredestichters zullen zijn. Denk er bijvoorbeeld aan een land als de Centraal-Afrikaanse Republiek. En dat studenten worden toegerust in Oeganda om hun land straks te kunnen dienen. En Erik Vink, dat scheldwoorden die over Joden gaan, dat die verdwijnen en dat het geen gewoonte wordt om die woorden te bezigen. En dat de Joden zich ook hier in Nederland veilig voelen. Dat waren de gebedspunten. Ik wil jullie alle vier hartelijk bedanken voor jullie bijdrage deze morgen. Tot een volgende keer. En u bedankt voor het kijken. We zijn er maandag weer met een nieuwe live-uitzending. Een fijne dag. Tot de volgende keer.